Dit zijn de roots van Bart. Polderboy. Nodig er niet uit, behalve als er toetjes zijn. Ja. Wat kan er nog meer zijn dan alleen de reflux? Een hele goede morgen. Het is maandag vandaag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Letterlijk en figuurlijk. Want morgen, jawel, hebben we de afspraak met de fysio voor Jax. Om te kijken wat we voor hem kunnen betekenen. En daar ben ik heel erg blij mee. En dat gaan jullie dus ook zien in deze vlog. Want deze vlog is maandag en dinsdag. Hier is Jola, want het is Pinksteren. Dus Jola is vrij. Ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan naar Wil. Ja. En we gaan eerst nog even naar Laura. Ja, we gaan eerst nog even naar een vriendin. En dan gaan we naar de zeilvereniging waar Jan en Wil zitten. En dan kunnen we lekker even chillen en zeilen en genieten van het mooie weer. Want het is echt super lekker. Ik moet weer wennen aan mijn teenslippers, jongens. Want het is echt wel weer even... Ik voel het wel weer even tussen mijn tenen. Dus dat is even wennen. Het is ongeveer hetzelfde effect als ik laatst had met mijn string. Ik zal verder niet in details trainen, maar het moet ook even wennen weer. Zo. Jola die is lekker bezig in de tuin. Oké. Zo. Zo. De druppels kwamen helemaal hier. Nee, mag niet. Oké, beter laat dan nooit. We zijn onderweg naar de zeilvereniging. Ik zit achterin, want die luxe hebben we gewoon met deze chauffeur. Ik mag wel even wat vertellen, maar straks niet meer, want ik wil graag zingen. Niet met de camera. Oh, niet in de camera. Maar wel op dit nummer. Ga maar zingen. Nee. No. Ik heb de camera uit. Wel hard zingen. Oké, nu staat hij echt uit. Handje. Zijn we dan? Jola heeft haar favoriete bril weer op. Hè? Jola, het poldermeisje. Ja, jongens, we zijn in de polder. Daar liggen alle bootjes. En hier kan je dan gewoon lekker chillen. En daar zit water. En daar zit Bart. Hier komt Bart dus al sinds hij babytje is. Sinds je geboren bent geworden. Geborgen worden. In de polder. In de polder. Bart is een polderjongetje. Wisten jullie dat? Dit zijn de roots van Bart. Polderboy. En dit is binnen. Het barretje. 1, 2, 3. Go, 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 go. Wow! Echt serieus, dit is zo lekker. Ik zal bijna gaan afkolven en drinken. Het ruikt in ieder geval heel lekker. Neem stiekem een slokje uit. Oké, bij deze is afgesproken de eerste keer dat Disa weer bezopen wordt. Dat is nee, dat dan moet jij niet roepen. Ja! Hij is voor de poes. Poesel. Poesel. Zo, Jola die haalt even alles eruit wat er uit de haal valt. Als een beroemdheid, op bezoek komt... Een nodige beroemdheid, een knappe collega. Een knappe collega dan. Noem er een nodige niet uit, behalve als er toetjes zijn. Waar is je bril? Hey, yo. Hey, yo, yo. Hallo, goedemorgen dinsdag. En alle lieve mensen die kijken, ik voel me weer rise and shine. Koffie erin gegooid en ik moet heel eerlijk zeggen... Ik ben er zelf ook heel erg verbaasd over, maar elke keer maar 5 uurtjes ongeveer in totaal, 5 à 6 uurtjes slapen, met tussendoor wakker. En ik voel me gewoon toch weer top. Zo, dat weet ik goed. Komt ook denk ik door het fietsen. Heerlijk even gefietst buiten. Nu broodje erin en dan taxi uitlaten. I don't know, we zien wel. In ieder geval de afspraak met de fysio vanmiddag. Ik ben heel benieuwd wat die gaat zeggen over Jax. En dan komt er nog weer de hik bij natuurlijk. Hè? Maar je blijft wel lekker vrolijk kijken. Ja. Ja. Want je bent een vrolijk mannetje, hè? Nou, hij heeft net dus gedronken, zoals je ziet. En het is alweer
15 minuten geleden dat hij klaar was met drinken. Maar toen heeft hij echt mij helemaal ondergespuugd. Zichzelf en de doek. Alles was weer helemaal nat. Ik denk wel, voor mijn gevoel wel een glas vol. En dan word ik altijd weer een beetje onzeker omdat ik niet weet wat hij nou wel binnen heeft gehouden. Maar goed, volgens mij heeft hij nu echt even geen honger meer. En hij is nu wel redelijk tevreden. Hij heeft net wel echt een tijdje weer heel hysterisch gehuild. Omdat hij dan toch weer een beetje schrikt van het spugen. En misschien omdat het spugen ook pijn doet. He? Heel eventjes Jack zijn outfitje laten zien hoor. Want hij past hem al bijna niet meer. Kijk, het broekje is al een beetje kleiner. Maar het is zo'n leuk pakje. Ik weet eigenlijk niet eens waar die van is. Zal ik eens kijken? Baby Club staat er in zijn broekje. Thee met koekjes thuis. En turntijd. De turnvriendinnen in de house. Zo jongens, eventjes een kleine update omdat de fysio natuurlijk is geweest. Nou, ten eerste, ik ben heel erg blij dat ze is geweest. Het geeft toch echt weer even een opluchting om iemand heel eventjes naar Jax te laten kijken die daar heel veel verstand van heeft. En ik zat eerst zoiets van, wat doet diegene nou precies of wat heb je er nou precies aan? Nou, dat zal ik je vertellen. Het is dus dat ze eigenlijk heel veel kijkt naar wat is het probleem? Hoe kun je dat zien aan zijn lichaamshouding enzovoorts? Wat kan er nog meer zijn dan alleen de reflux? Kan het zijn dat er dingen, dat hij overprikkeld is of andere dingen? Nou ja, wat er dus uitkwam is dat Jax gewoon echt best wel weinig, heel erg weinig eigenlijk slaapt. En dat daardoor hij ook best wel overprikkeld kan zijn. En dat hij daardoor misschien gewoon ook wat meer moeite heeft met de voedingen. Dan maar gewoon vaker in het draagdoek of andere opties. Als hij maar gewoon vaker slaapt. Dat is voor nu eventjes het allerbelangrijkst. Ik had vandaag geen boodschappen gedaan. Ik heb echt werkelijk geen idee wat ik moet maken. Dus ik heb maar gewoon wat bij elkaar gekeken. Ik heb ook net even geslapen. Ik heb maar even wat bij elkaar gezocht uit de kast. Dus dat wordt dit. Paprika, deze, pesto, spinazie en chili tomaatjes. Eens kijken wat we ermee kunnen maken.